Het ministerie van Buitenlandse Zaken is een samenwerkingsverband aangegaan met het ministerie van Openbare Werken, Transport en Communicatie, OWTC, om het verkrijgen van de toeristenkaart te reguleren en te vergemakkelijken. De ministeries hebben vanmorgen op het secretariaat van het ministerie van BUSA hiertoe een Memorandum of Understanding, MOU, getekend. Volgens BUSA-minister Yıldız Polat-Biegle ondervinden mensen veel vertraging bij het verkrijgen van een toeristenkaart. Daar moet volgens haar verandering in komen. De minister gaat nader in op de MOU. Als je praat over reizen, hè, wil je zo min mogelijk een jugu-jugu hebben. Je wil je eigenlijk aan de balie belanden met twee zware koffers en ingecheckt worden. Ik denk dat de SLM daarover beter kan praten dan ik. Dus wanneer je dat geheel bekijkt en je ziet dat er een added layer is van frustratie, misschien een lange rij, dan denk je aan mogelijkheden om die te verkleinen. En daarom heb ik het woord, als ik het inderdaad genoemd heb, moeizaam gebruikt. Toch? Het gaat erom dat je bij het reizen zo min mogelijk frustraties hebt en de zaak vergemakkelijkt en tegelijkertijd de veiligheidskleppen aanhoudt. En daarom hebben we dus in de SLM een partner gevonden. De BUSA-minister zegt verder dat de Surinaamse luchtvaartmaatschappij, SLM, ook baat zal hebben bij deze samenwerkingsovereenkomst. De vliegmaatschappij zal namelijk zelf de toeristenkaart kunnen aanbieden overal waar zij naartoe vliegen. Vroeger was dit alleen mogelijk via de Surinaamse consulaten in de verschillende landen. SLM-directeur Robbie Lachmising, die ook aanwezig was bij de ondertekening, geeft aan wat dit voor het staatsbedrijf zal betekenen. Natuurlijk positief voor de SLM, maar ook zeer positief voor de toeristen. De toeristen hoeven niet meer in lange rijen te gaan staan bij het consulaat of op Schiphol of in het weekend als er geen ambtenaar was op Schiphol hier op Zanderij. Nu kunnen ze het krijgen wanneer ze een ticket op een reisbureau kopen van de SLM. Want we gaan het niet aan derden geven, nog niet. Of het moeten goede veiligheidsmaatregelen ingebouwd worden. Dus de klanten van bijvoorbeeld reisbureaus, die kunnen wel naar een SLM-kantoor als het in de buurt is gaan om zo'n toeristenkaart te kopen na overleg van hun ticket. Maar dit is even een voorlopige gedachtegang, omdat we blij verrast zijn met deze maatregel. Deze ministers zitten er vanaf 1 februari, dus 6 weken. En ze hebben onze, laat maar tussen aanhalingstekens, onze wensen, geen klachten, maar onze wensen gehoord. En het zijn redelijke wensen, zijn wensen ten voordele van het land. En de ministers hebben er heel gauw op ingespeeld dat het voor ons zelfs een verrassing is dat we onze organisatie even erop moeten gaan voorbereiden hoe we het gaan doen. Maar ik denk dat we het, we gaan het in ieder geval op de stations verkopen bij het inchecken. Dat zij die nog geen toeristenkaart hebben het kunnen doen. Robbie Lachmising, directeur van de SLM, vanmorgen na de ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst tussen de ministeries van Buitenlandse Zaken en Openbare Werken, Transport en Communicatie in zaken de versoepeling van het verkrijgen van de toeristenkaart.